Dames en heren, welkom bij deze spannende Interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jordi Mulder. We gaan zo kijken naar Colombia tegen Engeland. Rusland heeft niet zo'n goede track record met wereldkampioenschappen voetbal. De titel hebben ze nog nooit gewonnen en bij het vorige WK in Brazilië kwamen ze niet eens door de groepsfase. Ja, en dat terwijl er toch heel wat groepsspelers rondlopen. Ja, thuis spelen geeft altijd een boost. De Mordovia Arena in Saransk is een van de 6 nieuwe stadions die speciaal voor dit WK Rusland zijn gebouwd. Het ontwerp van het stadion reflecteert de cultuur van de Autonome Republiek Mordovië. Doordat het stadion hier is gekomen, heeft de omgeving een flinke boost gekregen. We kijken naar de 11 Colombiaanse namen die vandaag gaan strijden voor volk en vaderland. De trainer heeft zijn poppetjes als volgt neergezet. 4-5-1, maar dan wel met een aantal aanvallende middenvelders. Ja, maar waarschijnlijk, als ze dan de bal niet hebben en ze moeten verdedigen, dan zullen deze aanvallende middenvelders wel het veld heel klein moeten maken samen met de middenvelders. Dan worden ze echt middenvelders, dus vrij verdedigen hoor. We kijken naar de 11 namen van Engeland die in deze formatie gaan spelen. 5-3-2, dat lijkt erg defensief. Maar dat moet toch niet in de praktijk. Nee, dat klopt even, want een 5-3-2 kan maar zo een 3-5-2 worden. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Dele Alli. Sterling. Sterling moet scoren. Geweldige kans hoor, maar al even geweldig gekeerd door de keeper. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekiept. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Kieran Trippier. Engeland probeert een aanval op te zetten. Het eerste doelpunt van dit duel al en dat is eraf, Jordi. Kijk het op, we weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Er wordt afgetrapt en Engeland staat nu voor. Cuadrado. Colombia met een aanval. Hij krijgt hem op de slot. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot.
Sterling. En daar gaat Engeland weer naar voren. Bal in de 16. Daar gaat een goede kans verloren omdat hij zijn hoofd niet goed tegen de bal krijgt. Nou, volgens mij kan deze niet koppen. Dit is echt heel slecht gedaan. Ja, die bal die komt best aardig voor en dan moet je gewoon je hoofd goed tegen die bal zetten. Arias. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Gaat dit hem worden? Waar blijft dat beslissende moment? Schot gelost. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Hij gaat ervoor. Oei, hij kiest voor een geplaatste bal. En zo gek was dat nog niet, hoor. Nee, hij trapt die bal met veel gevoel. Ja, het is gewoon net iets te hoog. Wel een goede poging. Arias. Cuadrado. Falcao. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Daar is de voorzet. Falcao mag het gaan doen. De bal gaat over de achterlijn. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. De bal wordt in de Falcao. Daar reageert die keeper alert op die kopbal, hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Henderson. Dele Alli. Kane. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Nou, hij gaat schieten. Of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Als hij dit... En dan wordt er gefloten. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik weet het niet hoor. Het zou een dure fout kunnen zijn. Arias. Colombia gaat weer in de aanval. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Cuadrado. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Het schot! Dat had de gelijkmaker toch moeten zijn? Ja, dat was een grote kans. Sterling. Dele Alli. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Falcao. Die paas wordt onderschept. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar wat een actie! Niet komt dat schot. De bal is achter, via de paal. Quintero. Cuadrado.
En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Falcao! Wat een redding! Knalhard schot. Oh ja! Hij raakt de bal precies goed. Wat een super trap zeg. Ja, voor de keeper was er niks te houden. Wat een wedstrijd zeg. De teams zijn weer in evenwicht. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Falcao, Jordan Henderson, Sterling. En daar gaat Engeland weer naar voren. Ellie wordt gezocht met deze. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekopt hoor. Ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. Hij dribbelt met de bal richting het doel. Hij wilde er langs, maar daar wordt een stokje voor gestoken. Beste tackle hoor. Die blessure van daarnet is nog niet weg. Ellie. Kieran Trippier. Bal in het strafschopgebied. Die bal is niet ongevaarlijk hoor. Het lijkt op hachelijke moment in de 16. Delle Ellie. Ruimte voor de voorzet. Wat gaat hij doen? Wat doet hij nou? Hij trapt de half over de bal heen. Quintero. Mogelijk een goede kans hier. Quintero. Hij ging voor zijn tweede, maar de keeper werkt daar niet aan mee. Nee, dat was goed gedaan door de keeper. Colombia houdt balbezit en krijgt een corner. Ze kiezen voor de lang. Sanchez! Ja, en nu doorgaan. Bal achter, hoekschop. De hoekschop komt in het... Dit had van die afstand gewoon een doelpunt moeten zijn, maar hij faalt hopeloos. Ja, blijven oefenen en dan gaat hij er wel een keertje in. Een lange bal om het spel open te breken. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Kane. Sterling. Daar kreeg die geblesseerde speler nog een flinke kans, Jury. Weet jij die misser aan de blessure? Nou, als dat zo is, had die speler beter om een wissel kunnen vragen. Misschien had de topfitte speler het wel gemaakt. Arias. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Kieran Trippier.
Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Hij is geblesseerd en zou moeten worden gewisseld. Sterling, Dele Alli. Nog steeds balbezit op de helft van de tegenstander. Dele Alli. Cuadrado. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Quintero. Doelpunt. Daar deden ze toch het er een tikkie uit hoor. Aan de tegenstander die nu een achterstand ongedaan moet zien te maken. Ja, dat zal een flink karwei worden. Maar het verschil is maar 1 doelpunt. Ja hoor, hij doet het vandaag al voor de tweede keer. De goal vanuit een andere hoek. En nu de aftrap en dan staat Engeland op achterstand. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. De eerste helft is gespeeld. 2-1 en eens kijken wat ons de tweede helft gaat brengen straks. Hij heeft een geweldige eerste helft gespeeld. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hat-trick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Probeer het ernaar. Publiek en spelers zijn weer terug op hun plaats in de Mordovia Arena. En we gaan beginnen aan de tweede helft van deze wedstrijd. Engeland probeert een aanval op te zetten. Gaat dit hem worden? Kane, niet schieten is altijd mis. Wat een kans op de gelijkmaker zeg, maar die wordt vakkundig om zeep geholpen. Ja, dit soort opgelegde kansen krijg je maar een paar keer per wedstrijd. Ja, dan moet je de trekker overhalen. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Engeland mag verder gaan voor de scheidsrechter. Harry Kane. En daar gaat Engeland weer naar voren. De bal komt voor het doel. Quintero. Diaz. Jordan Henderson. Sterling. Hij komt nu op een afstand. Gaat hij het nu doen? De bal gaat via een tegenspeler over de zijlijn. Dus dat wordt een inworp. Hij heeft verzorging nodig, want hij heeft flinke pijn. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Henderson, speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Vrije kans voor Kane. Kans op de gelijkmaker en gaat naast. Schil blijft maar 1 doel. Quintero. Colombia met een aanval. Eric Dier. Hier heb je hem weer. Die paas wordt onderschept.
De tegenstander kan de bal onderscheppen. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze... Overtreding, vrije trap en misschien ook wel een kaart. Eens kijken wat de scheidsrechter gaat doen. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Wat een blinde sliding, hij neemt de speler mee. De scheidsrechter had geen keuze hier. Quintero. Hij spreidt de bal rond vrolijk verder. Nog steeds in bal. Een schot. De keeper verwerkt de bal goed naar de zijkant. Er wordt niet gefloten. Voordeel dus voor Engeland. Hij herovert de bal met zijn tackle. Een opgelegde kans. En daar is hij dan. Twee goals maken is leuk. Maar een hat-trick is toch nog even heel veel leuker. Drie topgoals van een topspeler. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De bal gaat heen en weer. Sterling. Kyle Walker. Kane. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Colombia gaat weer in de aanval. Nog steeds balbezit. Falcao! Een super redding hoor voor de keeper. Colombia kan een hoekschop gaan nemen. Substitution for Colombia. Wat een geweldige wedstrijd van deze speler. De trainer zal niets te klagen hebben. En dat is een goede reden voor een publiekswissel. James Rodriguez. De bal wordt in de 16 gepompt. De keeper krijgt er nog een handje achter. Uitstekend ingekopt hoor. Nou ja, het antwoord van de keeper is zo mogelijk nog indrukwekkender. Belly. Mogelijk een goede kans hier. Kane heeft de bal nog steeds aan de voet. Mooie tackle. Goed verdedigd ook. Cuadrado. James Rodriguez. Falcao. Die pakt die bal op. Sterling. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Er staan nog 20 minuten op de klok. James Rodriguez. Oh, dit kan een kans worden. Het is lopen en het schot. De keeper werpt de bal weg, maar het blijft gevaarlijk. Speelt de bal weer terug. Kieran Trippier. Sterling. Eric Dier. Dele Alli. Ondanks de rustige opbouw komt er nu toch een einde aan de aanval. James Rodriguez. Door naar de medespeler. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Henderson. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Kane. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Falcao. James Rodriguez.
Hij verliest de bal. Dele Alli. Harry Kane. Engeland mag verder gaan van de scheidsrechter. Die is er vandoor. Falcao. Colombia met een aanval. James Rodriguez. Het lijkt erop dat de coach in deze tweede helft meer leven in de brouwerij wil. Er moet iets gebeuren als ze terug in de wedstrijd willen komen. Misschien dat een verse speler helpt. Henderson. We hebben nog 8 minuten. James Rodriguez. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Telly. Dit kan hem. Daar is de poging. De keeper grijpt in, maar kan de bal niet wegwerken. Dit kan gevaarlijk worden, maar de tegenstander zet goed druk. En doelpunt. Hij stond precies op de juiste plek en maakt het van dichtbij af. Een echte sluipmoordenaar. Nu wordt het wel heel moeilijk om nog iets terug te doen. Ja, dat gaat denk ik niet meer lukken. Misschien kunnen ze een doelpuntje maken, maar de overwinning is binnen. De goal vanuit een andere hoek. Moet je dat publiek horen juichen? Er zijn ergere manieren om naar de kant te worden gehaald, Juri. Nou, dat kun je wel zeggen, Evert. Maar ik vind dat deze speler dat ook wel verdiend heeft. Hij heeft echt een fantastische wedstrijd gespeeld. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Die bal is voor de tegenstander. Wie weet levert dit een kans op. Please give a round of applause for today's man of the match. Number 20, Juan Fernando Quintero. Hij wordt onder druk gezet op eigen helft. Stones. Er zijn diverse mogelijk goed gezien. En nu uithalen. Zo, daar hebben ze even buiten de flitsende reacties van de keeper gerekend. Prima gereageerd. Ja, hij blijft rustig in dat 1-tegen-1 duel en komt goed uit de strijd tevoorschijn. Klasse gekiept. Met beide benen de buitenspelval in. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Er zal een minimum van 3 minuten. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Die voorzet is te kort. Daar is voor de aanval niks mee te beginnen. Hij gebruikt daar prima zijn lichaam om de bal bij zich te houden. Eric Dier. Mooie steekpas op Kane. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. We krijgen dus een vrije trap en een mooie plek. En de muur gaat omhoog, goed gezien. Het is wachten op de corner.
Henderson kiest voor de lange variant. Een makkie voor de keeper deze slecht genomen corner. Het duel is afgelopen. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag.